Hoi, het is vandaag maandag. Welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik ga gewoon mijn gordijnen openen. En ik ga zo even snel Remco's spullen bij het werk nabrengen. En dan ga ik door naar Daisy, de schoonmaakster is geweest. Dus het huis is weer heerlijk fris. Ik word er altijd heel vrolijk van als ze is geweest. Ik ga jullie heel veel hier neerzetten. Zo. Tas doen. Zo. En dan zet ik jullie uit. En dan ga ik er gauw vandoor. Want ik zal eigenlijk al om 11:30 bij deze zijn. En het is me weer eens niet gelukt. Dus later. Hoi mensen, sorry. Het is inmiddels alweer donderdag. Het is zo erg. Ik heb vorige week bijna niet gevlogd. Ik heb nu bijna niet gevlogd. Maar ik ben zo druk geweest met papierwerk deze week. En ik ben gewoon nergens naartoe gekomen. Maar wat ik jullie even wil laten zien. Ik heb hier mijn lievelingspudding. Jelly pudding heet dat. Oh, dat is zo lekker. Niet normaal. Het ruikt naar... Ja, waar ruikt het naar? Bij, ik weet niet precies. Ik heb trouwens gewoon normale kleren aan, maar ik heb mijn badjes aangetrokken omdat ik het koud heb. Teddy Pretty ligt daar. En een zak chips op de bank. Betrapt. Maar ja, het is zo lekker jelly pudding. Niet normaal. Wij kregen dat een stoetje in Brazilië in het kinderthuis. En ik heb er altijd van gehouden. En op een gegeven moment dacht ik gewoon weer om een keer dat te maken. En het is begonnen met Remco's verjaardag en sindsdien verslaving. Moet ik zeggen, ik maak het niet elke dag of zo. Maar als ik het dan heb gemaakt, dan wil ik ze ook alle 4 in 1 keer opeten. Ik heb er nu al 2 gehad. Oepsie. Maar het is gewoon lekker. Ik ga nog heel veel een serietje kijken. En dan ga ik het huishouden doen. Ik ben zo druk geweest met papierwerk en alles. Dat ik gewoon zoiets heb gehad. Dat ik nu zoiets heb van... Even helemaal niks. Ja. Dus ik ga even niks en ik ga proberen veel meer te vloggen, want dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Maar ja, wat ik zeg, ik ben zoveel met papierwerk deze week bezig geweest en gewoon, ja, gewoon geen tijd en shizzle. Dus ja, we gaan het meemaken. Hoi lieve volgers, hier is Juliana vanuit het heden. Het is vandaag zaterdag en ik heb zojuist een pakketje binnengekregen van de Lidl. En daar wil ik mijn lieve moeder heel erg bedanken. Dus mama, als je dit ziet, dankjewel. Wat ik even wil laten zien, ik heb zwangerschapskleding binnengekregen. Oh my god. Eigenlijk wou ik dit in een zwangerschapsvlog doen, maar ik heb gewoon de laatste tijd een beetje weinig inspiratie, denk ik. Dus dat komt wel weer, maar soms heb ik dat gewoon. Dus ja, in ieder geval, ik heb een zwangerschapslegging gekregen. Een zwarte. Hij zit nu al helemaal onder de hondenharen, zo jammer dit. Maar goed, het is niet anders, ik heb nou eenmaal een hondje. Dat is ook niet heel erg of zo hoor, maar... Ja. Oké, dit is echt verslaving voor mij. Als ik iets nieuws krijg, moet ik gaan ruiken. Omdat het naar nieuw ruikt en ik vind nieuw ruiken vind ik echt heel erg lekker. Maar het is een hele simpele zwangerschapslekking zwart. Ik hoop dat je dat een beetje kan zien. Heel subtiel stofje. Er zit geen patroon of niks in. Gewoon simpel. En dit loopt dan tot ongeveer hier. En dan zie je hier zo'n naad zitten als het goed is. En dan zit hier die band die dan over je buik heen gaat. Dus deze heb ik dan. Sorry hoor, ik kan echt niet tegen. Ik moet gelijk weer die haren eraf halen. Teddy gaat aan de kant. Er zitten nog meer haren. Ik ben het net allemaal aan het afhalen. Ga maar daarheen. Ga maar in je mandje. Mand? Mand. Ga maar even in je mandje, schat. Dan heb ik, och, ook al helemaal onder de hondenharen. Dat gaat lekker, jongens. Een simpel zwart t-shirtje. Ook zonder patroon, zoals je kan zien. Gewoon simpel zwart. Is ook een zwangerschap t-shirt.
Maar ook al is die zwart, ik vind het wel fijn om een zwarte t-shirt te hebben. Vind ik gewoon relaxed. En deze kun je zeg maar zo openen voor als je volgens mij borstvoeding moet geven. Zoals ik hem zo zie. Dat is wel handig. Ja, dat is dit. Dan heb ik één spijkerbroek. Een lichtblauwe. Die vind ik dus echt persoonlijk heel fijn. Ik heb hem ook al aangeprobeerd. Hier zit dan een band. En hier zit dan een detail, een knoopje. Wat ik echt denk van, oh, zo lijkt het echt op een echte spijkerbroek. Je hoeft hem dan niet los te maken of zo. En hier kun je nog een riem omdoen. Er zitten gewoon zakken in. Ook aan de achterkant zitten zakken in. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Echt oprecht blij mee. En het zit dus heel fijn. De leggings zitten trouwens ook fijn. Ik heb ze allebei ook al aangepast en aangehad. Ik had ook BH'tjes gekregen, maar die pas ik helaas niet. Nu heb ik een nieuwe BH'tje gekocht bij Livera. Maar ja, die heb ik al aan, dus die ga ik niet laten zien nu. En ik heb de legging ook nog in het grijs. Ook allemaal zonder detailtjes, gewoon simpel. En ik heb nog een t-shirt met wel details. Die is gestreept, maar die ligt boven. Dus die laat ik misschien nog wel in mijn volgende vlog zien. En anders, ik heb geen zin om nou naar boven te lopen. Een beetje luiigheid, weet ik. Maar ik heb gewoon even geen zin naar boven te lopen. En dit is trouwens Juliana uit het heden. Omdat het al zaterdag dus is. En ik eigenlijk vrijdag al mijn videovlog af moest sluiten. Maar toen merkte ik dat ik relatief weinig weer had gevlogd. Dus ik dacht, dan neem ik nog even een mini shoplog erbij in. Of hoe noem je dat? Ja, een mini shoplog doe ik er dan nog even bij in. En dan heb ik weer wat meer gevlogd. En dan zou ik vanaf volgende week er een beetje op gaan letten. Sorry hiervoor, maar wat ik zei. Ik heb eenmaal even wat minder inspiratie. Ik weet niet hoe dat kan, jongens. Maar het is nou eenmaal even zo. En het komt wel weer, maar het heeft gewoon even tijd nodig. En ja, vorige week had ik heel erg last van vermoeidheid. Echt extreem vermoeidheid. En ik weet niet hoe dat deze week zit, maar ik weet niet of jullie dat al weten of dat verteld. Maar ik slaap dus echt heel slecht. Ik word telkens rond 2 uur wakker. En daarna slaap ik dus eigenlijk niet meer. Waardoor ik eigenlijk weer heel vroeg in bed moet, omdat ik anders gewoon het niet meer volhoud. Want ja, ik ben dan gewoon te vermoeid, zeg maar. En daardoor gaat het allemaal wat lastiger. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon proberen om weer actiever te zijn met het vloggen. Dat vind ik zelf ook wel leuker eigenlijk. Ik baal namelijk zelf ook wel een beetje van. Als ik dan zie dat ik zo weinig heb gevlogd, dan denk ik, ah, kom op dan, joh. Maar goed, het is gewoon even niet anders. Voor de rest, zien we wel weer wat volgende week gaat brengen in principe. Ik ga even gauw deze vlog afsluiten. Remco die is even boven met de was bezig. En dan, wij gaan straks ook even dorp in. Stad in bedoel ik. Hier heet dat toevallig een stad. Dus ik zie jullie later. Hartstikke bedankt voor deze videovlog te kijken. En ik wil je vragen, ondanks dat hij zo kort is, om een duimpje omhoog te doen. En niet te vergeten te abonneren op mijn verhaal. Want ik kwam erachter dat ongeveer 80% van volgers die naar mij kijkt, daarvan 20% maar geabonneerd is. Dus als je relatief vaak naar mijn vlogs kijkt, alsjeblieft abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Je zou mij een plezier ermee doen. En vergeet ook niet een commentaar achter te laten en de duimpjes omhoog te doen. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Ik vind het ook leuk om commentaar te lezen en te antwoorden. Dus tot de volgende. Ciao!